De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Hotels.nl. RTL Nieuws. Vanavond het nieuws van 6 uur. Koningin Beatrix en haar familie hebben Koninginnedag gevierd in Brabant vandaag. Woudrichem en Den Bosch waren de gemeenten die vandaag alles uit de kast haalden om er een koninklijke dag van te maken. Klokslag 10 uur meert de koningin aan in de oude haven van Woudrichem. Of zoals ze hier zeggen, Woerkum. Er kunnen zo'n 150.000 mensen in het oude vestingstadje. En die zijn ook allemaal gekomen. Wij zingen Nederlandse liedjes. Prinses Maxima is er niet bij omdat zij net bevallen is. Helaas komt Maxima er niet bij. Hoe was het nou zo met de prins opeens voor hun neus? Ja, hartstikke leuk. Dat zei hij? Ja, dat maak je niet iedere dag mee, hè? Ik had hem gefeliciteerd. Ook met de geboorte van zijn dochter. Prinsen en prinsessen ontkomen niet aan de gebruikelijke oud-Hollandse spelletjes. Al is het traditionele koekhappen vervangen door vishappen. Van het protestantse Woudrichem naar het katholieke Den Bosch. Tijdens een tochtje langs de stadsmuren wordt het gezelschap verwelkomd door Frederik Hendrik, die in 1629 Den Bosch heeft ingenomen. Ik wens u een mooi verblijf in de stad van Hieronymus Bosch. De koningin stapt binnen in de wereld van Jeroen Bosch, de beroemdste zoon van de stad, een schilder uit de 15e eeuw. Ondanks de afwezigheid van Maxima heeft Willem-Alexander het toch goed naar zijn zin. Hoe vindt u de ontvangst? Waanzinnig. Warm, hartelijk, waar Brabant voor staat. Mooie Koninginnedag, één groot oranjefeest. Wat is het meest opgevallen? Moet je achteraf gaan herkauwen, want je ziet zoveel zo snel achter elkaar. Zoveel vrolijke mensen. Natuurlijk de pracht en praal van de vesting van Den Bosch heeft natuurlijk zeer veel indruk gemaakt. Omdat je dat rustig op afstand uit de boot goed kan bekijken. Maar het is één groot feest. Even later laat de kroonprins zich verleiden tot een salsa-dansje. Gevolgd door de rest van de familie. Even bijkomen met een ijsje. Duizenden mensen staan op de markt waar de koningin haar bezoek afsluit. Ze bedankt alle vrijwilligers en ze praat trots over haar jongste kleindochter. We zijn bijna voltallig, de hele familie. Alleen wisten we allemaal, u zeker ook, Maxima een beetje. Blij met een heel mooi, lief, gezond meisje in de familie. Ah, dat was Den Bosch. De Vrijmarkt in het Amsterdamse Vondelpark is ook dit jaar weer een echte publiekstrekker. Het park is net als voorheen verboden terrein voor handelaren. Alleen kinderen mogen hier hun spullen verkopen. Doosjes verkocht en kettingen. Koninginnedag, ander nieuws dan. Kortzichtigheid, slechte tactiek, gebrek aan visie. Israëlische premier Olmert krijgt keiharde kritiek op zijn aanpak van de oorlog in Libanon afgelopen zomer. Een commissie onderzocht hoe de regering die oorlog inging en komt nu met de eerste conclusies. Premier Olmert neemt het dikke boekwerk bijna trots aan, alsof het om een autobiografie gaat. Maar het is een keihard rapport waarin hij en ook zijn regering er slecht van afkomen. Anu matilim et ikara achrayut likshalim ele al rosh hamemshala, al sar habitachon ve al haramatkal hakodem. De oorlog begon 8 maanden geleden nadat 2 Israëlische soldaten door Hezbollah waren ontvoerd.
De mannen hadden binnen een paar dagen bevrijd moeten zijn, maar de oorlog duurde uiteindelijk langer dan een maand. 1200 Libanezen en 160 Israëliërs kwamen om. En de twee Israëlische soldaten zijn nog altijd niet vrij. Omer belooft dat hij zal leren van de conclusies van het rapport. Omert zelf ziet in het rapport geen reden om af te treden. Maar onder de Israëliërs groeit de roep om zijn vertrek. Peretz en Olmert will have to see the door. And hope for a better future after they leave politics. The Prime Minister Olmert should go home yesterday. He and his old friends. Aanstaande donderdag organiseert de oppositie een demonstratie om het aftreden van Olmert te eisen. Levenslange gevangenisstraf voor 5 Britse moslims. Zij zijn veroordeeld omdat ze in Groot-Brittannië aanslagen wilden plegen die volgens justitie mogelijk honderden doden zouden hebben geëist. De mannen waren in 2004 van plan van 600 kilo kunstmest explosieven te maken en aanslagen te plegen op winkelcentra, een populaire disco en energiecentrales. De leider van de groep zei deel uit te maken van Al-Qaeda. Ze hadden ook contact met 2 daders van de bloedige aanslagen op het Londense openbaar vervoer in 2005. Er moeten hogere straffen komen voor het bezit van kinderporno. Dat wil de top van het Openbaar Ministerie. Hogere straffen zijn nodig omdat door internet de omvang van kinderpornocriminaliteit is toegenomen. Ook is het materiaal gewelddadiger en extremer geworden. Mensen die betrapt zijn op het bezit van kinderporno moeten voortaan een celstraf krijgen van 10 tot 24 maanden. Nu krijgen ze bijna altijd een werkstraf en verplichte therapie. In San Francisco is een belangrijke verkeersader ingestort. Het viaduct begaf het nadat een vrachtwagen met benzine kapseisde. De brand uitbrak en het wegdek vervolgens zo warm werd dat het smolt. De weg is een van de drukste in de regio. Dagelijks rijden er 500.000 auto's overheen. De vrachtwagenchauffeur is met brandwonden afgevoerd. In Eindhoven was de Koninginnennacht veel drukker dan normaal en dat kwam door het feest na het kampioenschap van PSV. Normaal zijn er in Eindhoven tijdens die Koninginnennacht zo'n 75.000 mensen op de been en dat waren er nu veel meer. Er zijn 36 mensen aangehouden, volgens de politie vooral voor kleine vergrijpen. Van die 36 zitten er nog 6 vast op verdenking van mishandeling. En dan nog heel even, omdat het zo leuk is. Wie er oog voor heeft, voor jong talent, die kwam vandaag ogen en oren tekort. Heel even dan, vanmiddag in het park. Over 10 jaar in de hitlijsten, de nieuwe Eddie Van Halen. Goed, dat is het nieuws van 6 uur. Zometeen editie NL. Wij zijn er weer 7:30. En dan natuurlijk alles over deze Koninginnedag. En we praten met correspondent Connie Mus over de positie van de Israëlische premier Olmert na dat kritische rapport over zijn aanpak van de oorlog in Libanon. Graag tot later. Goedenavond.